ik kan dat niet helemaal plaatsen. Wat een kok hier op het bordes doet, misschien zou hij zelf nog een woordje willen doen. Heel graag zelfs, Prins Bert. U weet, er is al volop over geschreven in de kranten en volop over gesproken. Er is in Klundert sinds kort, want we hebben natuurlijk een fantastische burgemeester en wethouders. We hebben een fantastische culturele raad. We hebben een prins met een raad. Maar we hebben nu ook nog een raad van wijze mannen. En die raad van wijze mannen die hebben gemeend om eens hier iets anders te moeten organiseren hier in Loerendonk. En namelijk, wij gaan een pannenkoekenhuis vestigen. Maar ja, om iets te organiseren en een pannenkoekenhuis te vestigen, dan moet je vergunningen hebben. Dan kom je bij de gemeente. En dat valt dikwijls tegen mensen. Daarom ben ik ook blij. Niks tegen meneer Zo en zijn wethouders, maar ik ben blij dat Prins Bert de komende 4 dagen Loerend op mogen regeren. Dan zouden we minder problemen hebben. Maar om daar even op terug te komen, al die problemen hebben ertoe geleid dat onze chef-kok Bert Portengen, door al die ellende is Bert Portengen in het ziekenhuis beland. En dat vind ik wel verschrikkelijk erg, van al die vergunningen en die papierwinkel. Maar het probleem is eigenlijk ook alweer een beetje opgelost, want kijk, als het al 4 jaar duurt voordat hij zo'n groot fantastisch winkelcentrum uit de grond kan staan, nou, dan kun je dat klein pannenkoekenhuisje natuurlijk al wel helemaal vergeten. Daarom zijn wij zo ontzettend blij dat wij van Prins Bert toestemming hebben gekregen om maandagmiddag op het Brakkebal in de residentie, het Leuthof van Loerendonk, om daar pannenkoeken te komen bakken. En dat vind ik wel een alarmbaar. Klein brakje, een van die kleine brakjes die een maandagmiddag allemaal om 2 uur naar het brokkiehuis komen. En Jolanda, jij wil ook iets zeggen tegen de burgemeester als eerste. Burgemeester, wilt u alsjeblieft pannenkoeken komen eten op het braakbal? Ja. Ja, dat doen we. En wil u ook dat doen? Ja hoor, absoluut. Dus allemaal willen wij. Hoor er iets bij natuurlijk. U krijgt dit in bruikleen van de Raad van Wijze Mannen, waar u zelf gegarandeerd nodig hebben de maandagmiddag. Pak het maar eens uit. Deze uitnodiging die kennen in de schatjes, denk ik. Want daar moet je heel zuinig op zijn. Maar aan je pannenkoeken gegeten, dan moet je een gereedschap hebben natuurlijk, hè. En wij hebben gedacht dat we daar zelf nog voor moesten zorgen. Dat de reclame van pannenkoekhuis Kreeshit uit de lucht komt vallen. Dus zorg dat je zo'n menu buiten pakken krijgt, dan kun je alvast je menu uitkiezen. En ze worden.